Hallo allemaal en welkom bij de allerlaatste aflevering van het eerste seizoen van Bubble Hop. Ik had jullie al verteld wie mijn gast vandaag is, namelijk Nicole. Daar ben ik weer! Nicole is er dus gezellig weer vandaag, omdat we gewoon... Ja, jij wilde heel graag in deze aflevering zijn. Ja, de borrelplank is echt mijn ding. Ja. Ja. En we gaan straks ook echt heerlijk lekker opeten. Gelukkig hebben we gewoon genoeg tijd. Ja, alle tijd. We hebben geen tijd om dit straks allemaal lekker op te eten. Nee, echt. Maar ja, we gaan ook gewoon lekker snel beginnen. Ja. We hebben geen kookbekker, we hebben geen hap van de gast, we hebben geen... Nee, deze aflevering gaat helemaal over hoe je nou een lekkere borrelplank maakt. Ja, dus je kunt alle afleveringen gebruiken om... Precies. ...het nu op te maken. Ja. It's the end. The end is near. We gaan met één plank werken. Ja. Niet dat jij ook een eigen plank maakt. Nee. Jij wil gewoon meekijken. Ik ga kijken. Oké, nou, ik vind het helemaal goed. Dit is toch wel mijn favoriete borrelplank. Dit is een prima plankje die ik heel vaak gebruik. Deze kan lekker draaien. Hoppa. Woehoe, deze zit nog met je kaas op. Dit is gewoon een snijplank van mijn vriend. Maar die kan je ook gebruiken als borrelplank. Prima. Helemaal prima. Deze is helemaal niet meer mooi. Maar als er dingen op liggen, zie je dat niet meer. Van de IKEA is deze, geloof ik. Dat is het handige, hè? Ja. Hij moet helemaal nou, vol. En als nou net je snackje hier ligt en jij zit hier, dan doe je... Hup. Dit is zo handig. Dit is van de Action hetzelfde principe. Ideaal en ook leuk als taartplateautje. Als je een taart gaat maken... En je smeert hem zo glad. Ja, daar heb ik het ook voor gebruikt. Oh. Heel handig. Ja. Deze borrelplank heb ik ooit gekocht bij de Xenos. Dit is echt mijn fave. Hoe ik meestal een borrelplank maak thuis, is er komen mensen, vaak spontaan. Ik weet niet dat er mensen komen. En dan ga ik gewoon allemaal dingen die in huis liggen bij elkaar verzamelen. Ik pak een plankje en uiteindelijk ziet het er altijd helemaal lekker uit. Nou, dat is ook wat ik zo leuk vind aan jouw planken. Je verzint iets. Ik doe maar wat. En ik moet ook eerlijk zeggen... Het is waanzinnig. Maar nu heb ik dus meteen het gevoel van... Oh nee, ik moet nu presteren. Maar... Ja, maar ik zei net ook al tegen jou... Wanneer jij begint, komt het vanzelf. Ja. Dus we gaan gewoon lekker beginnen. En ik heb niks voorbereid hiervoor. We gaan gewoon kijken. Het is ook echt een kunstwerk. Ja, dat is wel de bedoeling. Eén ding, hij moet helemaal vol. Je wil eigenlijk bijna geen plank meer zien. Dus je moet een mooie schilderij gaan maken. Ja. En dit is dus als je voor zo'n plank gaat. Maar je kan het ook lekker klein, simpel. Ik ga nu even voor 10 out of 10. Ik begin altijd met een groot bakje in het midden. Ik ga even zoeken of ik nog bakjes heb. Dit is ook niet voorbereid. Gewoon huppakee. Niet te groot, want we hebben heel veel dingen die erop gaan. Dus even naar de kelder. Kijk, dit is niet een heel groot bakje. Maar in verhouding is hij toch best groot. Ik ga dus onder andere laten zien wat ik echt op deze plank gooi. Maar ik ga ook laten zien wat ik op deze plank zou kunnen doen. Want niet alles wat ik wil vertellen past er natuurlijk op. Ik heb hier bijvoorbeeld Libanees platbrood. Gaan we nu niet gebruiken, maar dit is heel makkelijk op een borrelplank. Is dat een soort naambrood? Nee, het is anders wel. Okay. Dit is heel lekker met bijvoorbeeld tzatziki. Heb ik gewoon besteld, ligt in de vriezer, haal je er eentje uit, ben je klaar. Maar weet je, wij zijn met z'n tweeën en ik ga ook niet nu voor de video allemaal voedsel verspillen. Daar houden wij niet van. Dus, dit zou je kunnen gebruiken. Dit is ook heel lekker, dus het is zo'n soort van bagelachtige structuur, zo'n Turkse sesam. Wow. Hoe heet dit? Een Turkse simit. Ook heerlijk om mee te dippen. Je kunt ook bijvoorbeeld deeg kopen. Deze. Is het gewoon om een pizza te maken? Ja, dit is dus focaccia deeg. Echt? Dus als je even de tijd hebt, kan je ook heel leuk je eigen focaccia in de oven gooien. Daar moet je toch altijd met je vingertoppen op drukken? Ja, maar dit is al kant-en-klaar. Wat handig. Ja, dan moet je nog een paar dingen toevoegen. Dat is dus ook superleuk. Turksbrood. Dat is altijd goed. Ja, dit is echt ook heerlijk. Maar ook wederom, we zijn met z'n tweeën. Wij gaan vandaag... Dit heerlijke brood eten. Dit is dus een... Lus jij bij olijven? Ja. Oh, gelukkig. Dit is een krans. En dit vind ik zo leuk, want dit kan je prachtig... Oh! Ja, daar ben ik echt verliefd op. Bij de borrelbar legde ik vaak hier op de zijkant brood. Ja. Maar dit gaan we even in de oven doen ondertussen. Op eco-stand. Dan maakt hij geen herrie. En dan leg je dit er helemaal omheen. Maar het gaat heel snel vol worden. Dus ik denk niet dat we alles wat ik wil er vandaag op kunnen leggen. Fijn dat je het ook nog kan opeten straks, hè? Ja, zo fijn. Ik kan morgen gewoon opeten. Ja. Dan was dit het stukje brood. Bij mijn eigen zaak had ik altijd een kleiner bakje die ik vulde met heerlijke verse noten van de notenboer. Dat is ook een tip als je goede nootjes wil halen. Je had ook op een gegeven moment die tuinbonen noten. Die heb ik ook gekocht. Oh, die zijn zo... Broad beans. Oh. Dit is ook nog even in de categorie brood, zie ik net. Wat me ook heel lekker leek. Mini naan. Dit had Lotte getipt bij haar tajiki, naanbrood. Mm. Maar je moet echt niet 10.000 dingen gaan afpakken, want het komt niet op. Dat is zonde. Maar dit bedoel jij... Ja. De broad beans. Ik weet dat Barista Café heeft dat dus altijd, waar wij vaak lunchen. Als ik daar ben, dan haal ik ook altijd een zakje. Maar waar heb jij deze gekocht? Bij Crisp. Oké. Crisp
is echt een... deze video gaat van de hak op de tak trouwens. Maar Crisp Online Supermarkt. Ja, zo zijn wij. Dat is echt een geweldige winkel voor borreldingen. Ja. Daar haal ik heel vaak wat bijzondere dingen. Dit doe ik pas op het eind. Dit is ideaal om je gaatjes op te vullen. Ik wil wel graag dat haar gaatjes opgevuld worden, dat is met duidelijk. Bonen. Hier ga ik hele lekkere chips in doen. Doe ik op het eind, want je wil dat het vers blijft. Ja, want anders wordt het taai. Wat zou jij nu als eerst gaan doen? Want dit is toch echt brain fart. Waar moet ik beginnen? Lastig. Als ik een plank maak, dan zou ik eerst de dips erop zetten. Ja, dat ga ik ook doen. Wij hebben dus het afgelopen seizoen natuurlijk allemaal heerlijke dipjes gemaakt. En die gaan wij erop zetten. De felle kleurtjes zijn toch wel echt mijn favoriet. Dit is natuurlijk een beetje een onrealistische plank. Met zoveel dips. Zullen we nog wat weghalen? Ja. Want we hebben geen plek meer. Welke zullen we weghalen? Wat is dit? Een kastanjehummus. Maar die heeft wel de minst mooie kleur. Maar die wil je denk ik wel... Nou, wij kunnen natuurlijk ook proberen wat er niet op de plank ligt. Ja. En dit? Pesto aioli. Als je nou een plank gaat maken en je wil echt heel erg je best gaan doen. En je gaat de receptjes maken. Kies er max 3. Heel eerlijk, als er mensen bij mij komen... Meestal haal ik gewoon ook heel veel uit de supermarkt. Als jij de plank maakte, waren er ook meestal 3 dipjes ongeveer, ja, hè? In de zaak hadden we 3 huisgemaakte dips. Dus dat waren 3 veel kleinere bakjes op zo'n grote plank. Dus ik kan al nu veel minder kwijt dan in de zaak. Ja. Olijven, moet ik wel zeggen, vind ik heel moeilijk. Die kan je niet echt... Eigenlijk, iedereen heeft toch altijd die groene olijven met basilicum. Maar hoe bedoel je moeilijk? Nou, moeilijk om lekker in de supermarkt te vinden. Ah, oké. Dus wil je goede olijven? Dit heb ik dus bij een Turks kraampje gekocht. Ik vind het wel belachelijk, want je betaalt gewoon 8 euro voor zoiets. Dus het slaat nergens op, maar ik zeg het er wel even bij. Echt lekkere olijven. In de supermarkt, ik vind gewoon die carbonel zwarte olijven heel lekker. En kalamata's. Weet je welke ik lekker vind? Nou? Dat zie je bijna nooit, die hele zoete olijven. Met honing. Bij de versafdeling. Ja, zijn gewoon zoete olijven. Ja, maar die heb je ook... Bij Albert Heijn heeft bijvoorbeeld mammoetolijven. Die vind ik ook wel lekker. Maar gewoon die standaard bak met knoflook en zo vind ik zo saai. Maar goed, heel veel mensen vinden het heerlijk. Ja. Ja, dat is een simpele brie. De een vindt dat heerlijk, de ander vindt het saai. Maar deze zijn zo mooi. En wat zit er in die... Ik heb dus... Ik weet niet precies wat die rode... wat die rode en groene olijven zijn. Maar ze zijn zo ontzettend lekker. En die andere is met amandel. Dat is mijn favoriet. En roomkaas. Maar dit ziet er toch fantastisch uit? Ja. Ook qua plek past hij goed, toch? Ja, en de kleuren vind ik ook heel mooi. Heel mooi. De kleuren komen eigenlijk terug van de dipjes in de olijven. Dan een onderdeel waar ik niet heel erg fan van ben. Worst. Ik eet op het moment vrijwel geen vlees. Sowieso varken en rundvlees niet. Ik word er wel heel gelukkig van. Ja, dus ik wou wel even aan jullie vertellen dat... Ik vind bijvoorbeeld bij de Jumbo echt de fuet die ze hebben voor 2 euro. Die is lekker zacht. Blijkbaar heel goedkoop en simpel, maar die vindt iedereen heerlijk. Simpele fuet. Eigenlijk kan je die bijna overal denk ik wel krijgen. Maar de Lidl heeft soms hele bijzondere worsten. Ik heb bijvoorbeeld hier een wild salami met paddenstoelenmantel. Nou, het ziet er prachtig uit. Die heb jij ook al gesneden, hè? Ja, klopt. Worst met nootjes erin is altijd heel geliefd. En is best lastig te krijgen, maar de Lidl heeft het af en toe. Ze hebben hier bijvoorbeeld salami met walnoten. En een salami met hazelnoten. En dit is echt iets waarvan mensen dan zeggen van... Wow, zo lekker. En dat hoeft dus helemaal niet bijzonder of duur. Zijn dat met die themaweken van de Lidl? Ik weet niet. Dit is volgens mij de Duits of French. Maar dat is nog een tip die ik met jullie wou delen. Aldi en Lidl ben ik mega fan van. Geweldig. Daar kan je echt hele goede borrelproducten vinden. En ik ga er altijd, ging daar in ieder geval voor de zaak, altijd op zoek voor de speciale producten. Jij hebt lekker worstjes gesneden? Ja. Niet te veel, want jij bent niet van het vlees. Ja. Ik wel. Lekker, gewoon wel een lekker dik plakje. Niet te, je hebt het echt perfect gesneden. Maar doe je het dan om en om? Dus, okay. Oh, ja, dat kan ook. Goed idee. Leuk. Dank je. Ik weet niet of dit genoeg is om een hele bloem mee te maken. Kontje. Nu wil ik wel proeven. Okay. Wil jij mijn kontje proeven? Ja. Okay. Ik denk dat we nu eventjes naar mijn favoriete onderdeel gaan. Kaas. Kaas. Over daar kaas. Daar kan ik dan weer niet zo van. En daar kan ik dus uren over praten. Ik vond dat ik weinig kaas had uitgezocht. Ik wou nog een tip geven. Boter zelf maken is leuk, heb ik gedaan dit seizoen. Maar truffel is zo moeilijk om zelf... Truffelboter? Juist. Truffelboter zelf maken is heel moeilijk. Dit is een lekker truffelbotertje. Dit is dan van Crisp. Heel leuk, ga ik nu niet erbij doen, want we hebben ook al onze zelfgemaakte boters. Die heb ik in rolletjes gedaan. Die ken ik nog. Die moeten we nog wel even snijden. Ja. Trouwens, ik ging over de kazen praten. Kaas. Ik mag niet te lang praten. Maar ik moet er wel bij vertellen dat ik dus heel erg van geitenkaas houd. Dus houd. Dit is fantastisch. Dit is een Bastiaans blauw geit. Maar je hebt ook Bastiaans blauw koe. Dit is een hele, hele sterke, lekkere heel kaas. Sterk. Heel sterk.
Ik hou er niet van. Dit vindt iedereen er altijd heel vies uitzien. Maar dit is mijn lievelingskaas op aarde. Dit is ook schimmel? Nee, dit is dus een geitenkaas gerijpt in een assige korst. Dit is het lekkerste wat er bestaat. Kijk, heel vaak doe ik gewoon een hele kaas op een borrelplank. Maar nu hebben we zoveel dat ik dan even een stukje kies. Ja, maar dat ziet er ook leuk uit. En die leg ik hier een beetje bij de blauwe kaasdip. Dit is ook een heel lekker toegankelijk kaasje. Het is een schapenkaasje. Ja, ik weet niet of je dat wel lekker vindt. Een papillon. Heel simpel van smaak. Die is ook lekker klein. Die kan je makkelijk in één keer erop knallen. Dit is een Shropshire Blue. Die zou ik dan ook wel besparen. Maar deze raad ik echt aan om wel op je plank te doen als je ervan houdt. Ook omdat die heel mooi qua kleur is. Maar ja. Je houdt er niet van. Nee. En een geitenkaas lust je ook niet. Nee. Weet je waar dit naar zit? Hoe dit eruit ziet? Nou? Naar zo'n snavelsteen voor papegaaien. Oh ja, een slijp. Kijk maar. Laat maar even zien aan de mensen. Weet wat je bedoelt. Kiekeboe had het altijd. Dit is dus een geitenkaas van Chris. Bouguette heet het volgens mij. La Bouguette. Bouguette. Geweldig. Ook echt een van mijn favorieten. Ja, wij hebben dus een hele andere smaak. Je moet wel een beetje weten waar de mensen die bij je komen borrelen van houden. Ja. Jij houdt gewoon van simpele kaasjes, hè? Lekker een goede belegen blokjes kaas. Een hele oude kaas vind ik heel lekker. Oh ja. Drie? Nee, ook niet. Nee? Nee. Nou, dit is bijvoorbeeld gewoon een kaasje van de Lidl of de Aldi. Ook hartstikke lekker. Dit is ook nog een heel lekker schapenbrietje. Brietje. Nou, sommige kaas had ik in eerdere afleveringen al laten zien. Dit zal ik er dan ook al mee voor jou opdoen. En dit vind ik ook nog wel heel leuk. Dit is een truffel manchego, als ik het goed heb. Op de markt gekocht en in vacuüm laten verpakken. Dat is wel heel lekker. En ook wel heel tof als er meerdere mensen komen borrelen om deze wel gewoon in zijn geheel op je plank te leggen. En dan met een mesje erbij. Precies. Dat is ook heel leuk. Het ziet er wel cool uit, hè? Ja, het is net marmer. Ja, het is heel mooi. Maar dat is ook echt een tip. Ga lekker naar de markt. En ik wil dit stukje goed proeven. Ja. Laat je echt een beetje adviseren. Of als je zelf weet wat lekker is, doe je dat. Lekker. Zeker heel mild met een sterke truffel, dacht ik. Ik ben niet goed in smaak. Oh. Maar de kaas zelf zou best mild moeten zijn. Ga ik even door naar de boter. Leuke assistent zijn. Ja. Dit is dus de boterrol geworden. Heb je dat ooit gezien? Ja. Ja? Heb je het ook wel eens gemaakt? Nee. Oh. Bij jouw borrelzaak. Oh ja. Lekker zooitje. Maak dit ook. Dit is toch zwarte knoflook? Ja. Vond jij die lekker? Ja. Apart. Moest er even aan wennen. Oh ja. Ja, hier kan je gewoon plakjes van snijden. Ja, ik vind het ook leuk dat je er plakjes van snijdt, dat je het leuk kan decoreren. Ja. Die groene legt dan leuk een beetje bij ergens waar het een leuk contrast geeft. Niet hier, want hier hadden we al zo'n bloem, dus dat vind ik dan stom. Ja. En ook niet dicht bij de kaas. Als iemand daar dan niet van houdt en het komt er tegenaan. Goeie. Oké, dan was dit al de kaas. Dit is voor mij nog heel weinig kaas, maar prima. De boter. We kiezen dus nu gewoon voor die twee boters. Een zuurtje is ook altijd wel lekker erop. Oh ja, dat vind ik ook wel lekker. Wil je die open maken? Vaak als ik vol zit, ja. Vaak als ik vol zit, dan neem ik heel even zo'n zuurtje tussendoor. Dan kan je weer door. Ja. Even naar het brood kijken hoor. Ja, ik heb hele vette handen. Die is bijna verbrand. Lekker. Zal ik vast het brood snijden? Ja. En wil je dat gewoon in plakjes? Ja, dat die eigenlijk een beetje in een rondje eromheen kan blijven liggen. Ik doe ondertussen even die crispy chili oil over die pompoendip. Kijk eens. Dat is weer beter. Nou, jij bent ondertussen lekker met het brood bezig. Mijn schoonmoeder maakte dus in de zaak altijd een confituur van fruit. Wat heel lekker was, was bijvoorbeeld rozemarijn, gember, pruim of iets met druiven. Maar heb ik dit seizoen dus niet gemaakt. Maar ik heb bijvoorbeeld nu dan ook een lekkere dadelvijg en balsamico dip. Dat is echt super lekker bij kaas. Deze kan je op zich ook prima zo in zijn eigen bakje neerzetten. Je moet er wel van houden. Ja, ik vind het lekker. Tussendoor ben ik heel vaak nog aan het wijzigen. Want eigenlijk moet dit dus bij de kaasafdeling zoet dipje. Doe je daar dan ook al een lepel in? Of leg je dat allemaal wel op tafel neer? Lepel zeker. Meestal doe ik het op het eind. Maar we kunnen het ook gewoon nu doen. Deze? Ja, die is leuk. Zo. Vind jij het leuk om vast wat rauwkost neer te leggen? Ja. Ja? Hoe zou jij dat doen? Oeh, dat vind ik lastig. Hoe ik het zou doen? Ja? Nou, ik zou de gaat opvullen. Ja, we zitten al bijna een beetje in de gaat opvulcategorie hoor. Ja. Want toosjes gooide ik ook heel vaak erbij. Deze zijn wel mooier om neer te leggen. Dit zijn van die heerlijke toosjes met cranberries en nootjes erin. Ja. Dit moet ook echt een beetje bij de kaas. Je kunt het ook lekker een beetje. Oh, kijk, dit ziet er al meteen leuk uit. Ja. Is het in de hand? Soms maakt één ding gelijk iets af daar. Nou, dat is het, vind ik grappig. Hij ziet er nu al best mooi uit, toch? Ja. Vaak bij een borrelplank vind ik hem echt in de beginfase nog best wel lelijk.
En pas als hij helemaal opgevuld is, wordt hij mooi. Maar je ziet, elke keer als er iets bij komt, wordt hij mooier. Kijk, dit is toch helemaal leuk? Ja. Dus jij vijg? Ja. Vijgjes moeten bij de kaas. Een beetje zo. Ik merk dat ik nu dus een beetje per afdeling werk. Dus dat op zich is deze afdeling nu al best wel opgevuld. De ene keer werk ik een beetje per afdeling en de andere keer werk ik per soort. Dus per fruit, groente, dat soort dingen. Maar nu is dit hoort allemaal bij kaas, dus dan ja. Is de kaas ready. De kaasafdeling. Rauwkost is wel echt belangrijk hoor. Zoals dit moet echt wel een beetje, als je het een beetje leuk wil neerleggen, wel een beetje plek hebben. Waar willen we dit? Een beetje daar? Ja, ik zou tussen twee dipjes in. Hier? Wil jij dat doen? Een stolrandje of zo. Ja, prima. Geen. Leuk toch? Radijsjes ja. Zijn heel lekker om mee te dippen, maar ook heel leuk als kleur. Het is een hele herfstige plank qua kleuren. Ja, ik zou denk ik toch hierbij doen. Je kan ook op meerdere plekken wat leggen. Wow. Gooi je het dan echt zo neer? Ja, dit vaak wel. Als je dit recht gaat leggen, wordt het juist minder leuk meestal. Kijk hoe cute. Oh, maar dit ziet er wel heel leuk uit. En dit vind ik eigenlijk ook wel leuk om het nog aan de andere kant van de plank terug te laten komen. Ja. Beetje roze. Laten we nog meer rauwkost. Ja, toch? Ja, zeker weten. Zeker wissen. Zeker weten hoor. Ik vind het wel mooi om die paarse penen een beetje in het verlengde van die boter hier zo te leggen. Kijk hoe tof Halloween-achtig dit eruit ziet samen. Je kan ook een Halloween-plank een keer maken. Je kan natuurlijk elk thema wat je wilt In de trailer gebruiken. Heb ik een Halloween-plank ook een fotootje daarvan gedaan. Ik kan een patatplank maken. Voor wie de vorige aflevering heeft gekeken. Dit is leuk. Ik heb deze al in mijn hand, want ik vind deze zo leuk. Ik vind dit zo mooi. Doe maar. Maar dat is wel echt de ster van de show. Dus die moet echt een goede locatie krijgen. Dit is dus Chioggia of Chioggia. Ik weet het nooit zo goed. Beet. En dit kan je ook eten. Maar ik leg... Ja, goede keus. Dank je. Ik heb ook nog aardbeidjes trouwens. Zie je hoe snel zo'n plank vol zit? Ja. Kiwibesjes. Oh, dit is zo leuk. Die heb ik vandaag voor het eerst gegeten. En ik vind ze zo lekker. Heerlijk. En nu in het seizoen. Nou, hier is nog een leuk plekje. Ze zien er ook waanzinnig uit. Geweldig, hè? HDP. Op het terrasje. Leuk zo, die aardbeien hierbij. Ik ook, maar ik vind het bijna jammer dat die plank al vol is. Ik zou nog 3 planken willen maken. Ik zit weer helemaal in mijn element. We missen natuurlijk nog heel veel zoutjes. Scrunchies zijn altijd goed. Ik vind Lidl altijd ook lekker, maar dit was nu in de winkel waar ik was. Dit is een fantastische zoete aardappel met truffelchips. Ja, amazing. Handcooked naturel chips doe ik er bijna altijd op. Die zou ik in deze bak gooien. Maar we kunnen ook een mixje van 2 naast elkaar doen. Basic toastjes kunnen meestal ook niet ontbreken. Maar deze plank ligt al veel te vol. Dit soort dingen heb je ook lekker bij de Lidl om te dippen. Heerlijk. Chips gooi ik er vaak ook nog een beetje overheen. Hier zit zo weinig in. Kijk hoe tof. Het ziet er ook weer totaal anders uit. Wow. Het is echt dat gedroogde. Vet hè? Zoete aardappel dus. Hou ik niet heel erg van, maar dit is zo lekker. Proeven? Ja. Oh. Nou, allemaal heel gewoon. Hoi, van een joekel. Apart, hè? Heel lekker. De scrunchies gooi ik nog lekker een beetje hier. Oh, wat ziet het er lekker uit. Dit zijn scrunchies met rozemarijn, zoals ze ruiken. Dit moet er ook echt bij. Mais. Mais, lekker ergens gooien. Wil jij de boontjes wel ergens gooien? Ja. Ik ga dit bakje ook een beetje zo. Kijk eens. We hebben nog heel veel plek ineens. Ja, maar dan is dit opgevuld. Ja. En dan kunnen hier nog wat normale toastjes. Ik gooi... Oh, hier mocht jij, hè? Ja. Waar mocht ik? Jij mocht daar. Ja, waar kan ik? Misschien gewoon wat hier tussen het brood. Waarom niet, joh? Helemaal lekker. Kijk dan. En dan verbaast het je dus hoeveel er nog eigenlijk tussen past. Nou, ik vind dit niet per se heel mooi, maar het is prima. Als je de bakjes dus een beetje aan de zijkant zet, dat is beter, want die vallen er niet af. En dit soort dingetjes vallen er wel af. Ja, die rollen eraf. Ja. Ik denk dat dit al bijna het laatste is. Wat erop gaat. Oh ja, ik had ook nog lekker... Zou jij ze dan plat neerleggen? Of big sticks. Nee, precies zoals jij het doet. Oké. Okay. Gelukkig. Ik verstop hier gewoon nog wat van die big sticks. Je kan uiteindelijk echt nog heel veel kwijt. Ook al heb je dat niet door. Hij is waanzinnig. Ja, hij is mooi. Zo hé. Nou, dan was het hem al. En we hebben alle dipjes in alle afleveringen al geproefd. Dus wij gaan hier nu gewoon lekker off-cam van genieten. En zin in. Ik hoop dat jullie er echt wat aan hebben gehad. Deel vooral jouw borrelplanktips. Recepten, wat dan ook, hieronder. Ga naar de Instagram pagina, daar zie je ook nog een mooie foto van deze plank. En vergeet sowieso daar niet de recepten te checken. Ik ga dit zeker thuis maken. Leuk hè, ja. Zie je hoe makkelijk het uiteindelijk is. Ja, heel leuk. En heel leuk dat je er was, dankjewel. Ja, jij bedankt. En heel erg bedankt voor het kijken allemaal. Vergeet niet te liken. En tot het volgende seizoen!
Doe een duimpje omhoog op alle video's. Reageer op alle video's als je volgend seizoen wil. Doei. Doei. En dit was hem dan. Seizoen 1 over de borrelplank. Op 7 januari zijn we weer terug met bekende gasten en hun favoriete gerechten. En nog beter, je hoeft Babbelhap voorlopig nog niet te missen, want ook op 7, 24 en 31 december komen er 3 feestdagen specials online. Met bekende gasten, helemaal in de sferen van kerst en oud en nieuw. Heel veel zin in. Tot dan!